Hallo Risjoe-vrienden, hoe is het daar? He? Een gezegend Pasen voor jullie, he? Met heel veel urbietjes en urbietjes, paaseitjes. En... Oh, wat is dat al leuk, hè? Pasen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben vannacht uit Barcelona teruggekomen. Dus ik ben helemaal kapot. Helemaal kapot. Helemaal 4 keer door de boerenkool gegaan. Elke avond was het feest en nu ben ik terug en wallen tot de ballen. Ik ben moe. Ik ben moe maar gelukkig, want het was leuk. Ik heb genoten. Eventjes vader-dochter momentje. Was hartstikke mooi. En mijn dochter houdt precies van dezelfde dingen als ik, zoals u begrijpt. Dus het is niet dat we dunner terug zijn gekomen. Enfin. Trouwens, wat opvallend is dat er massaal op Jans reviews is gestemd bij de televisie. Hieronder is die link. Naar beneden scrollen in het open invoerveld. Mijn naam zetten. Jans Reviews. Even goed. Maar ik sta niet bij de top. Ik sta er niet meer in. Ik denk dat ik ben bang dat ook dit prachtige kanaal wordt tegengehouden door televisie. En dat is dan weer een beetje vreemd. Omdat dat dan weer tegen hun eigen reglement is. Want ja, ik doe natuurlijk niks verkeerd. Ja, wat doe ik nou? 3 bolletjes mozzarella. Dus als ze dan dus op de persoon mij niet toe gaan laten staan, dan zitten we binnenkort weer met MC Radboudje in een kort gedingetje. Gaan ze weer verliezen. Nou, mooi. Laat zitten rondom het doosje. Wat Hengels acht met je opgestuurd. Ik heb toch rare dingen zitten vreten daar ook in Barcelona, jongen. Echt de meest alles wat uit de zee, nou ja, alles wat rond vast kruipt. We hebben gegeten, heerlijk. Wat hebben we daar lekker gegeten? Nou ja. Weer vier rollementos. Ahmed. Weer 4. Hadden we laatst al 4 rollen mentos. Waarvan er toch wel 1 opvallend lekker was. Dat was namelijk een groene appel, die ik nog nooit had gezien. Blijven er nog meer smaken te zijn. En nog steeds. Als ik zo kijk, niet de drop mentos, want die bestaat ook. Toch? Ja, volgens mij wel. Die zitten nog steeds niet bij. Nou, wat hebben we hier? We hebben hier strawberry mix. Aardbeien mix. Sweet, original en sour. Gadverdamme, zure aardbeien smaak in een mentos hier. Grapes. Oftewel, druiven. Druiven mentos. Zie maar helemaal lekker. Oh kijk, rainbow. Dat is gezellig. Rainbow. De rainbow. Wat voor smaken zit er in de rainbow? Daar zitten in framboos, watermeloen, aardbei, appel, sinaasappel, grapefruit en bosbes. Nou, dat zijn wel heel veel smaken. En dan hebben we hier spearmints. Spearmints. Wat is in godsnaam spearmints? Spearmints. Dat staat er niet op wat het is. Ja, spearmint, dat zal wel gewoon mint zijn. Maar wat is nou het verschil tussen mint en spearmint? Dat weet ik dus niet. Pff, wat een gedoe zeg voor een paar rolletjes mintos. Nou, ik hoop dat het hiermee afgelopen is met dat mentos gedoe van Achmedje. Want het breekt me op. Het breekt mij op. Ik vind het saai. Ik vind het ook niet zo lekker. Hou er mee op. Ik begin gewoon bij de spearmint. Want dat is gewoon, als je mij vraagt, gewoon mint. Alleen, deze ziet wat groen. Dus... Ah ja, wat is nou het verschil tussen spearmint en mint? Ja, ik kan het gaan opzoeken, maar ik ben moe. Ik kom net van een lange reis. Ik ben helemaal niet van plan om dat op te gaan zoeken. De spearmint is gewoon frisse mint. Wat ik het lekkerste vind. Dat rijmt. Maar voor mentos, je hebt er een mentos als je even een frisse mond wil. Als je een druivenmentos wil, doe je dat niet. Maar, wie ben ik? Wat is het grote verschil tussen een speermint en een gewone mint? Sla je maar hartstikke dood. Ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. Maar gewoon, ik doe gewoon denken aan een gewone mint. Maar is lekker fris. Ja, moet ik wel zeggen. Ja. Ben een beetje in mijn keel al, weet je wel. Nou ja, als je lekker. Ja, nou ging wel. De druivenmiddels. Ik denk, ik heb nog geen smaaksensatie,
Dat die niet lekker is. Dan komt de smaak. En de smaak zegt. Ik vind hem niet eens zo vies. Hij is niet eens zo vies. Hij smaakt. Het is een druivensmaak. Wat eigenlijk helemaal niet naar de druivensmaak. Maar als je ergens druivensmaak proeft. In een snoepje van. Smaakt het hiernaar. Maar meestal is dat een beetje bitter. Een beetje bun. Het is een beetje gezellige. Zuur-zoete druivensmaak. Ik vind hem helemaal niet zo vies. Nee. Nou, ik vind het eigenlijk wel lekker. 3 soorten aardbei, een zoete, een zure en een normale. Ik ben bang dat ik dan alle 3 moet proeven, is niet. Waar ik eigenlijk niet zoveel zin in heb. Ja. Oh, dus ze hebben dan even geen kleurnuance erin gelegd. Dan weet je niet welke je hebt. Of wel. Nou ja, aardbei. Ik weet niet welke is. Ik heb... Gadverdamme. Oh, deze aardbei is ranzig, man. Oh, die smaakt heel ranzig. Nou, dat deze zoet is, of, ik weet niet wat het is. Oh. Mijn lichaam reageert er heel naar op. Mijn mond vult zich gelijk met speeksel. Wat gebeurt als je net moet overgeven? Nou, ik doe nog eentje. En dan is het omhoog geweest met die aardbeienbende. Nou, deze smaakt precies hetzelfde als die andere. Ik trek die aardbeiensmaak in één ding, want die aardbeiensmaak is niet de makkelijke. Het is echt, ik heb een hele nare zuur, komt er vanaf. Die gaat door merg en been. Ja, nou, ik heb nooit zulke zure aardbeien gegeten. En dan zitten hierbij, dat is sauer, eet je sauer, en er zijn allemaal andere sauer als de neten. Gadverdamme. En dan hebben we Mentos Rainbow. Ja, ik weet ook niet waar dat nou weer vandaan komt. Maar kijk, die appel hebben we en die aardbei die hebben we al gehad. En die sinaasappel ook. Dus dan hebben we dus de watermeloen en de grapefruit. Watermeloen, de borstbessen en weet ik veel wat. En de frambozie. Ja, laten we die dan ook maar proeven, maar ik ben er eigenlijk wel helemaal klaar mee. Dit is hem. Dit is de borstbessen. Borstbessen is lekker. Ja. Of het is de framboos, weet ik veel, maar die is lekker. Dit is dan de. Dit is de framboos. Dit is de framboos. Gewoon lekker. Smaak is zoet en framboos. Ja, daar kan ik meer over zeggen. En dan deze. Oh, dat is een grapefruit. Het is wel heel erg grapefruit. Ik kan niet zeggen dat ik het heel lekker vind. Nou, weer heel vies. Gadverdamme. Oh, nu moest ik echt bijna braken. Oh, bitter, alsof je met je vinger door de oor van een hond hebt gezeten. Nou, ik ben er wel klaar met die Mentosies. Godverdomme. Tijd voor de cijfertjes. Nou, de cijfertjes. De Mentos aardbeien, 3 verschillende soorten aardbeien. Dan heb je sweet, original en sour. Ze zijn alle 3, het is zuur, het is de pest. Het is niet te geloven, dat ik wel via een accu aan het leeglebberen ben. Nou, ik zal je vertellen, ik vind het verschrikkelijk. Ik krijg van 2. Hij begon best aardig met die framboos in die borstbest, de Rainbow Mentos. En toen kwam de grapefruit. De grapefruit was zo vreselijk vies, dat ik ben er bijna een beetje verdrietig van geworden. Maar de borstbest in de framboos was best oké. Dus we doen niet zo lullig, deze krijgt gewoon een 5. Oh ja, de Rainbow. We zijn lekker inclusief bij echte Jan. Of hoe heet het hier? Jans Reviews. Nou, ik ben ook lekker wakker, zeg. Ik wil leren.
Echte Janne, dat is een radioprogramma wat ik al geloof ik 6 jaar niet maak. Niet helemaal. Goed. De Mentos druif was niet zo vies als ik zei. Of dacht. Ik zei, die is niet tevreden. En die is eigenlijk best wel lekker. Ja, die is eigenlijk ja, een beetje chemische druif smaak. Maar, een goed snoepje hoor. Die krijgt gewoon een sessie. Ja. Ja, misschien een beetje flauw, maar de mint wordt gewoon weer de eerste. Want dat vind ik gewoon het lekkerste van Mentos. En dit is dan de speermint. Goh, mag weten wat dat betekent. Maar het doet er niet zo heel veel toe. Vandaag doet er niet zo heel veel toe. Ik ben ook een beetje moe, hè. Deze die krijgt gewoon een 7. Nou, daar ben ik wel klaar mee. Ik ga weer naar mijn bed. Want ik ben helemaal gesloopt van die 4 dagen. Barcelona. Ja, mooi. Oh, je vergeet niet te stemmen, hè. Want dan doen we ze nog meer pijn dan we ze nu al doen. Ze proberen ons eruit te bieteren. Oh, ik ben moe.